Ik ben Ajit Bakkas. Mijn naam is Jelle Geusens. Hallo, ik ben editor Stal. Ik ben Hans... Jans... Ah, kut! Ik ben Jort Kelder en ik steun geen pijl. Dames en heren, mijn naam is Tim Hofman. Ja, mijn naam is Theodor Holman. Hans Steeuwen. Mijn naam is Hans Steeuwen. Ik vind dat de democratie absoluut geholpen is met meer referenda. Teken.geenpijl.nl. Ik steun geen pijl. Omdat ik het argument dat wij te dom zouden zijn om over complexe materie te stemmen nogal stuitend vind, want dan kunnen we namelijk nergens meer over stemmen dat enigszins gecompliceerd is. En ik doe dit omdat ik er schoon genoeg van heb. Goed luisteren. Wat jullie gaan doen is tekenen voor geen pijl. Jullie gaan een van de 300.000 zijn en dan wil ik me eigenlijk vooral even richten tot alle twintigers uit mijn generatie. Schoon genoeg. Want jij en ik, wij doen te weinig. Wij laten veel te veel over aan die oude mensen van de generatie voor ons. Durf te kiezen voor het tegengeluid. Ik wil zelf bepalen, ja, wat ik met Europa doe. Helemaal zelf bepalen. Waarom doe ik dat? Eigenlijk uit liefde voor D66. Want deze actie staat helemaal in de traditie van die prachtige partij die in 1966 is opgericht. En die zei, democratie moet weer van de burgers zijn. Niet van de elite, niet van de regenten. Maar gewoon van u en van mij. Ik heb getekend en ik vind dat jullie dat ook moeten doen. Durf tegen die wind in te lopen. Durf tegen die wind in te pissen. Ook al krijg je dan je eigen pis recht terug in je gezicht. Stem... Of teken, anyway, doe iets. En daarom, teken geenpijl.nl. Dus teken.geenpijl.nl. Daarom teken.geenpijl.nl. Dus steun dat referendum. En laten we het gewoon eens een keer hebben over die rampzalige euro. En hoe ver de uitbreiding van de Europese Unie zou moeten gaan. Teken geenpijl.nl. Dus mensen, en vooral van mijn generatie, ben je wit, zwart, paars, geel, links, rechts, voor of tegen dat bestand met Oekraïne? Teken wel en wees een van die 300.000 op teken.geenpijl.nl. Dankjewel. Ik trek het in elk geval niet meer op deze manier. Als het op deze manier doorgaat, trek ik het in elk geval niet meer. En ik hoop dat jij ook begrijpt dat er iets moet gebeuren. En als er nou niks gebeurt, dan is het misschien teken.nl. Nee, teken.geenpijl. Tekenpijltjes. Nee, teken. Geen pijltjes tekenen. Punt teken, geen pijl, steen. Teken, punt, stijl. Teken, punt, geen pijl. Teken, geen pijl, punt, NL. Zo moeilijk is het toch niet?